een andere plek zoeken. Maar denk jij, Stig? Zit je bij je ballen vrij? Rustig, rustig. Bruggetjes te maken. Jongens, kijkertjes van Diddy van Tichel. Vandaag gaan we hamstukjes lopen in de hubbel. We zijn in de hubbel. En we gaan nu dan die handschoenen kopen, dat Stig zei. En we gaan service naar de... Oh, pas op cameraman. Jullie zijn ook met de cameraman. Is zo'n cameraman. En we moeten nu... Oh. Maar dat is duur, maar dat wordt geen broodje gedaan. Holy shit. We gaan andere zoeken. We moeten goedkoop hebben, man. We gaan alles een beetje aan de kant zetten wat we kunnen gebruiken en wat we niet kunnen gebruiken. Dus welkom bij de eerste aflevering van onze kleine serie. Hier zijn we nog handpakken. Ah. Oké, okay, dus we hebben de handschoenen. €3,50. Nee, we moeten niet. We hebben deze nu. Want het is ook voor de bos. Sneeuwscheppen, brandhout, sparreboom. Sparreboom. Oké, okay, we pakken deze mee. En dan gaan we nu naar het plekje waar we gaan beginnen. En hier een tafel runnen voor de schommel. Dan kunnen we nog een half uur stappen of zo, dus. Jo. Okay, let's go. Okay, mensen, dus we zijn nu in het bos beland. En we gaan nu zo een kleine timelapse maken dat we daar aan het wandelen zijn. Want het is nog wel een klein stukje. Klaan. Maar dan zien jullie onze Piet daar. Handschoentjes in de bek. En we gaan een paar dingetjes doen al. Let's go! Oké, mensen, we zijn er. Daar is het, zoals jullie kunnen zien. Dus we gaan nu beginnen met het een beetje op te ruimen en te kijken wat we kunnen gebruiken en niet kunnen gebruiken. Kijk, hier is het. En dan beginnen we eraan en dan gaan jullie dat waarschijnlijk wel zien op een timelapse of zo. Trouwens, mijn haar ziet er niet uit, maar Ash Blend heeft me wel goed gezet. Stig ook, maar ja, heeft de muts Ash op. Blends, Ash Blend. Oeh, damn. Stinks Ash Blend, man. Oké, mensen, we hebben net vernomen van de cameraman dat die platen allemaal blijkbaar kankerverwekkend zijn en dat je daar eigenlijk niet mag aankomen of breken. Dus ze kunnen dit zijn, maar weet je, voor de kenners is het kankerverwekkend. Wat denk jij, Stig? Zit je bij je ballenvriend? Ik denk van niet, man. We gaan het gewoon doen, toch? We gaan het gewoon doen. We zien wel. Als het content. Oké, mensen, we gaan toch even een andere plek zoeken, want de cameraman heeft vernomen dat het duidelijk asbest is. En dat is niet best. Dus we willen ook geen kanker krijgen. Nou. Pak even de handschoentje. Ik denk dat we deze boom niet kunnen gebruiken. Oh, die is sterk, man. Oh. Oké, mensen. Oh, joh, wat een flip. Ze gaan nu even een andere plek zoeken. Dat is doel. Oké, dus we gaan nu even een andere plek zoeken en dan gaan we beginnen met allemaal takken te verzamelen die we kunnen gebruiken. En dan gaan we binnenkort spijkers halen voor erin te kloppen en dan kunnen we daar een basischat maken. Wie weet vinden we wel iets leuk. Oké, let's go. Oké, mensen, dus we gaan nu even naar een ander bos, want dit deel hier is blijkbaar van de militairen hier. Dus daar kunnen we niet echt veel in doen. We gaan nu naar het Uilenbos. En dan gaan we daar zien of we daar iets kunnen maken of vinden waar we iets uit kunnen maken. En ja, ik hoop van wel, want anders hebben we eigenlijk voor niks die zoektocht gedaan. En dan kunnen we de serietje op onze naam, op onze weg. Kanker! Fucking hell, gast. Laat zien. Wow. Stig is zo onhandig. Hij zit altijd op zijn gsm en fucking kan niet eens deftig stappen wanneer hij niet eens op zijn gsm zit. Bro, echt wel, maar ik zeg gewoon die plastic. Broer, ja, de cameraman is ook helemaal vuil. Kiel, man. Het is toch zo'n hoesjoen. Oké, mensen, we zijn nu bij het Uilenbos aangekomen. Het is niet een super groot bos. We gaan kijken of we iets kunnen vinden. En aan de linkerkant is er ook nog een deel, dus misschien dat we daar ook iets in kunnen vinden. Ja, hoop van zeker, want anders... Zoals ik al daar straks zei, de video is dan niet echt speciaal. Bonjour. Dus we gaan eraan beginnen, we gaan op zoek toch, want wie weet vinden we dat niet. Let's go. See you stunten, see you.
Kom aan, Stig. Rustig, rustig. Oké, mensen, we hebben ons plekje gevonden. We gaan het hier placeren. Stig, waar? Hier, hè? Hier, en dan kunnen we zo bruggetjes maken naar daar, en dan kunnen we allemaal dingetjes. Bijvoorbeeld, ja, niet zo. Maar dan kunnen we bruggen maken, en daar een bruggetje, en daar een bruggetje. En dan kunnen we allemaal zo verschillende... Is er een cameraman? Dan kunnen we allemaal verschillende dingetjes maken, ja, zo. Dus, ja, eigenlijk hebben we een nieuw plekje gevonden. We kunnen misschien al beginnen met een paar bruggetjes te maken. Oh mijn god, dat denk ik niet op camera net. Dus ja, we gaan niet bruggetjes, maar we gaan bruggetjes maken, maar veel te... Oh, Stig heeft iets van de militaire. Laat zien dan. Een dopje. Oké, mensen, we gaan misschien een klein beetje bruggetjes maken, dan zien jullie dat zo. Oké, mensen, we gaan even stoppen voor vandaag. Het is nu 4 uur. We hebben niet zoveel gedaan, want ja, we moesten een nieuwe plek zoeken. We dachten een bruggetje, maar ze een bruggetje te maken, maar... Allee, mijn broer. Ja, dat is voor de volgende keer. We gaan denk ik eerst beginnen met hier, van die boom tot daar, die boom, een muur te maken. En daar hebben we al 3 takken hiervoor. En met die takken kunnen we misschien mensen, gewoon een beetje chillen. Call the police. Call the police. En daar kunnen we een beetje chill mee beginnen werken en dat we daar al een muur hebben. Kunnen we misschien zo wat eigen stoeltjes maken of een bankje en dan kunnen we hier binnenkort gewoon wat chillen. En dan gaan we uitbreiden als het een beetje goed wordt bekeken, de serie. Dus sorry dat we niet zoveel hebben gedaan, maar tot de volgende keer. Ciao. Weer een ochtend. Laat het water, spit maar kaart. Doe. Oh. Wat? Oké. Oh ja, mensen, ik was vergeten te zeggen, ik moet, er komt even geen video aan van het kamp, van de chillplek. Want ik vertrek morgen naar Frankrijk voor het trainingskamp. Dus jullie gaan ook sowieso video's zien van mij, dat ik aan het trainen ben in het trainingskamp. Dus maar dan weten jullie dat. En, dus bedankt om te kijken. Joe!